Hallo kijkers, we zijn hier in de MAVO in Raapstein, want Cucora houdt vandaag en morgen open dagen. Kijkt u mee? Wil van Rijn, jij bent hier vandaag aanwezig namens Cucora. Ja, ja. Vertel even iets over Cucora nog. Nou, Cucora is een schilder- en beeldhouwclub, we bestaan ongeveer 7 jaar. We zijn gestart in de brandweergezinnen. We zitten nu hier en we hebben 25 leden. En die kunnen van maandag tot en met zondag kunnen ze hier terecht, snel als ze willen. En de meeste leden die hebben Arendonk als achtergrond. Ja. Het zijn niet allemaal Raapsteiners? Nee. De meeste juist van buiten Raapstein. Die komen uit Hees, uit Mil, uit Bellicum. En uit Hees zelfs, hè? Sinds kort. Nee, weinig uit Raapstein. Wat doen jullie hier? Schilderen en beeldhouden voornamelijk. Ja? Ja. Vertel, jullie hebben gewoon hier een sleutel of hoe werkt het? Iedereen heeft een sleutel, daar kunnen ze mee naar binnen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, maakt niet uit. Ik heb al gezegd, 7 dagen in de week, dus wat dat betreft zijn ze heel vrij. Mm-hmm. Betalen een contributie ervoor elk jaar en dan kunnen ze de gang gaan. Je hebt hier een prachtige ruimte. Ja, een schitterende ruimte. Je kunt, beter kun je eigenlijk niet wensen als dit. Nee, want jullie zitten hier nou een goed jaar of zo? Ja, een goed jaar, ja. 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 En je hoopt hier nog heel lang te blijven zitten. Ja, ze moeten maar even wachten met bouwen. Ja, dat zullen we maar niet te hard zeggen natuurlijk. Nee, maar bouwen in Raapstein is heel belangrijk. Ja. Zeker woningbouw. Ja. Jullie hebben vandaag en morgen open dagen. Dat betekent dat de deuren ook letterlijk open zijn de hele dag? Ja, samen met de winkel hè, van Theo doen we dat in combinatie. En van 's morgens 11 tot 's middags 5 uur kan het publiek hier terecht. Ja. Jullie hebben een expositie dan ook vandaag? Nou, enkele leden exposeren, ja. Ja. Zullen we eens rondlopen en kijken wat er allemaal staat? Dan kun je vast iets over vertellen, denk ik. Ja, is goed. Nou, dit is allemaal werk van Hans Jansen uit Os. Hans die schildert voornamelijk, zoals je ziet, stillevens. Ook Hans die heeft de kunstacademie gedaan in Arendonk op latere leeftijd. En Hans is portretten doet hij ook. En voornamelijk, hoofdzakelijk acryl. Maar ook Hans schildert ook wel met olieverf. Dit is werk van Nico Oerig uit Raapstein. En je ziet, en het valt gelijk op, totaal anders als wat Hans Jansen gedaan heeft. Of waar Hans Jansen zich mee bezighoudt. Maar dat is juist het mooie, vind ik, van een club, van een collectief. Dat iedereen heeft zijn eigen disciplines. En Nico die springt hieruit met zijn eigen ding, zeg maar. Hè. En Nico die schildert uitsluitend met acrylverf. Deze drie werken zijn van mezelf, van ondergetekende. Ik schilder uitsluitend landschappen. En wat ik doe is de verf mengen doe ik op het doek. En er zijn er een hele hoop die hebben een palet en daar hebben ze de verf op en dan doen ze het mengen en dan het doek op. Maar ik meng de verf op het doek. Dan vind ik het prettig om te schilderen. En ik schilder het uitsluitend met olieverf. We hebben hier het werk van Toon van Uy. Toon die woont in Os. Toon die voornamelijk klaprozen. Toon die vanaf volgende week heeft hij ook een expositie in de bibliotheek in Os. Af en toe heeft hij een uitschieter. Met name dat beeld heeft hij de eerste prijs mee gewonnen in het verleden bij de Raapstein Schildersdagen. Zeg ik dat goed, Toon? Ja, hè? Maar het heeft voornamelijk klaprozen. Dat is het visitekaartje van Toon, zeg maar. Fijn dat we hier iemand hebben die ook ons iets kan laten zien dat ze bezig is. Kun je vertellen wie je bent en wat je doet? Ik ben Gwen Konner. Ik heb op de Academie Arendonk gezeten. En daar heb ik beeldhouwen gedaan. En ik ben nu bezig een portretje aan het maken van een kleinkind van mij. En dat wordt dan zo'n soort beeldje, zeg maar. Ja. En dan ga je rustig aan opbouwen met de klei en wordt die steeds groter.
Je begint met klei. Ik begin met klei. Ik heb eerst allerlei schetsen gemaakt van het gezicht. En dan ga je het opzetten in... Ja, dat moet eigenlijk zo volgens een foto doe ik dat meestal. En dan komt naderhand, als ik zover ben, dat die al bijna begint te lijken of zo. Of moet gaan lijken. Dan haal ik de persoon erbij. En die moet dan nog even zitten om de puntjes op de i te zetten. Ja, want je begint hier nu aan... Ja, dit is eigenlijk de nek die je begint, want je begint eigenlijk een onderstuk waar het hoofd dadelijk opkomt. Mm-hmm. En dat wordt dan ongeveer zo groot. Hier begint dadelijk de kin en dat bouw je dus steeds op. Eerst smal en pas in de uiteinde, als je bij het einde komt, zeg maar, van het gezicht, dan krijg je de vorm pas goed. Ja. Is dit een hobby of... Ja, dat is wel een grote hobby, zeg maar. Uit de hand gelopen hobby misschien? Uit de hand gelopen hobby. Ik ben daarvoor, was ik keramist, heb ik heel veel draaiwerk gedaan. Heb ik 30 jaar gedraaid en dat was dan wel mijn beroep, zeg maar. Maar zeg maar een jaar of 15 geleden ben ik met dat beeldend werk begonnen. Maar je bent daar wel nog een hele poos mee bezig? Ik ben daar een hele poos mee bezig, ja. Want ik denk dat ik nou aan het eind van de dag ben ik wel een heel eind dat ik hem zo ver op heb gebouwd. En dan begint het fijne fine-tunen, zeg maar. Ja. Dat je dus het gezicht erin moet krijgen, zeg maar. De vorm. Het is wel een ideale ruimte hier, denk ik, hè? Heel fijn, ja. Hartstikke fijn. Staat hier ook mooi in het licht. Ja. Oh, ja, je staat hier mooi in het licht. Ja. Nou, heel veel succes vandaag nog dan. Ja, hè? En de rest van de dagen dat je mee bezig bent waarschijnlijk. Ja, heel, heel goed. We hebben in ieder geval, we kunnen hier terecht. Jullie werken hier ook vaak samen met elkaar? Ja, we werken, ja, je hebt groepjes, hè. Mm-hmm. Je hebt een heel opvallende dinsdaggroep, dat is de damesgroep, zeg maar. Donderdags dan zijn het overwegend allemaal mannen die hier... En dan heb je nog wel wat losse dagen, dat er ook nog mensen zijn. Maar de dinsdag en de donderdag zijn de uitgesproken dagen dat je echt groepen hebt. Ja. En leer je dan iets van elkaar? Of inspireer je elkaar? Of is het gewoon gezellig? Het is meer inspireren als leren. Want de meesten die hebben Arnon gehad. En ja, dan denk ik van ja. En je moet eigenlijk ook een beetje loskomen. En dat je lekker vrij kunt werken. Want dan heb je Arnon, heb je achter de rug. En dan is het mooi geweest. Ja, maar je vraagt wel eens van, goh, hoe zou jij dit doen? Of hoe kijk je er tegenaan? Of werkt het zo niet? Ik kan het me nog steeds niet herinneren. Okay. Het is dus voornamelijk ook heel veel gezelligheid? Ja, natuurlijk. Want ja. Kijk, het zijn allemaal amateurs en het is gewoon een pure hobby wat hier gedaan wordt. Alhoewel, er zijn natuurlijk ook mensen bij die proberen het heel commercieel te houden. Maar ja, als je op Google kijkt van hoeveel schilderijen te koop aangeboden worden, dan denk je van nou, hè? Ja. Kun je nog mensen gebruiken die hier lid willen worden van Cucora en waar moeten die dan aan voldoen? We kunnen nog altijd mensen gebruiken, daar is ook eindelijk deze open dagen voor, hè? Proberen om er wat leden bij te krijgen. Wat we vragen is dat ze zelfstandig kunnen werken. Want dat is wel prettig, want anders dan komen de mensen bij je en dan kom je zelf niet meer naar schilderen toe, want dan worden er alleen maar steeds van afgehaald. Ja, dat was je vraag volgens mij. Hè? Maar het is alleen schilderen en beeldhouden of zeg je van, nou, andere disciplines kunnen zich ook aanmelden? Ja, als ze alleen maar willen tekenen bij wijze van spreken of mijn houtskool willen werken, allemaal prima. Allemaal prima. Maar het moet wel iets met kunst te maken. Ja. Heel veel succes met deze open dagen. En nou, wellicht horen we in de toekomst nog wel van jullie, denk ik, hè? Ja, zeker. Als we hier een keer uit moeten en we moeten weer een ander onderkomen hebben, dan komen we weer bij jullie. Oké, dankjewel. Ja, jullie ook. Hartstikke bedankt.